Yo, what is up guys? Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je meer verdiepingen kan toevoegen op een lift in Roblox. Dus dit was het origineel. Ik heb er drie verdiepingen op gedaan, nog eentje bijgevoegd. Dus laten we gaan. Oké, beginnen. Selecteer eerst de lift. En dan, dat was mijn bedoel niet. Open je het door hierop te klikken. En dan druk je op shift. Soms is het verdieping. Floor. Oh. En nou heb je 1. Oké, nou gaan we dat. Oké, wacht. We gaan eerst de motor een beetje omhoog doen. Gewoon even zo hoog mogelijk. Het is voor even. Oké, dus je gaat nu naar 1. Of 2, of hoe hoog je lift ook is. Het werkt niet op alle liften, maar op deze werkt het. Oké, nou druk je op met je rechtermuisknop. Rob. Dan druk je op duplicate. En nou hernoem je dit ding naar 2. Oké, of 3. Of je kan dit 1, 2 en dit 3. Nou, oké, en nu gaan we de schacht een beetje nu is hij geselecteerd. Gaan we hem omhoog doen. Met de move tool. Oké, en nou hebben we dit. Goed, nou kan de motor. Zorg ervoor dat de motor er aan zit. Dus die kan weer een stukje naar beneden. En nou komt het moeilijke. Nu gaan we naar car. En dan gaan we de knop kopiëren. En dan gaan we naar panel. Soms is verdieping of iets anders. Oké, nou zie je 1. En dan gaan we die knop veranderen. Ook weer dupliceren. Een duplicate. En nou hernoem je dit ding naar 2 of 3 of whatever. Oké, nou heb je de knop geselecteerd. En het gaat. Ik heb al gemerkt bij deze dat het er niet naast past. Maar hij valt er niet af, dus we gaan hem hier doen. En nou is het belangrijke, test de lift. Oké, nu zijn we eigenlijk een beetje klaar. Het was heel snel. Maar dit is dus eigenlijk hoe je het moet doen een beetje. Oké, dus we gaan de game laden. Duurt even bij deze. Oké, voor de baby, let's go. De lift stond hier achter, het is dit rechtse, nou gaan we testen. Nou, we weten al dat deze werkt, dus let's go. Oké, nou, druk even op de knop. Deze deur moet je zelf open doen. We gaan kijken of je naar boven gaat en of de knop werkt. Hij moet een licht geven als je erop drukt, doen de anderen ook. Deur dicht. Oké, kijk, hij is nu naar 2 veranderd. Oké, dan gaan we 3, 2, 1. Yes! Oké, ik ben benieuwd of die helemaal naar 2 gaat. Dus hier kan je het displaytje zien, we zijn op de ground. Nu zijn we op 1. Ik ben benieuwd of die ook verder gaat. Gaat verder in elk geval. Kijk hoor. Yes! Briljant, het werkt. Oké, kijk of deze de deur werkt. Dus laten we kijken of hij nog naar beneden gaat. Altijd, check altijd je lift of hij het nog doet. Oké, ik wil even zeggen dat je dit op je eigen risico doet. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade die je maakt. Of dat je de lift kapot maakt. Daar ben ik niet aansprakelijk voor. Het hangt af welke lift je gebruikt, maar deze, de stickler rood is, kan er wel tegen. Yup, deze werkt. Dus dit is eigenlijk hoe je meer verdiepingen toevoegt op een lift. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie hebben genoten en als je dit verder hebt geholpen, vergeet niet te liken en te abonneren voor meer video's. Want bij 100 abonnees gaan we een epoxy table maken, jongens. Dus doe het nu en...